Wilt u een scheppie, een scheppie, een scheppie? Een scheppie uit mijn ijskorkar, een lekker ijsie, een ijsie, een ijsie. Smullen maar eens heerlijk, want ik heb de 7 smaken fruit. Kies de lekkerste maar uit. Ja, met zo'n hoorntje romig ijs. Waar je je in het paradijs. Ah ja, het weer is er nog niet echt naar. Maar toch, Roberto vindt het het leukste beroep ter wereld. IJs verkopen aan blije mensen en tegelijkertijd zijn liefde voor muziek laten horen. Een zingende ijskomman. Nou, ik weet nog in Purmerend, hij was niet uit het straatbeeld weg te denken. Heb jij daar ook herinneringen aan, Henk-Jan? Nee. Nee? Nee. Kennen jullie geen zingende ijskomman in het dorp of in de stad? Ik mocht Purmerend niet in. Dat is een heel naar verhaal, ander onderwerp. Nee, maar een andere stad natuurlijk, want je zag ze vroeger overal in het straatbeeld. Inmiddels heeft de ijskomman, de zingende ijskomman, zich ook een beetje geëvalueerd. He, ze zingen niet langer alleen maar de Italiaanse klassiekers, maar ook eigen nummers. En ze zijn niet meer zo heel veel in het straatbeeld te zien. Maar deze wel. Goedenavond, Roberto. Ja, goedenavond, Manuela. Hallo, hallo. Hoeveel collega's kom jij nog op een mooie zomerse dag tegen? Nou ja, sinds corona en de sluiting van de horeca en door het mooie zomerweer van de afgelopen jaren zijn er toch wel collega-ijsverkopers bijgekomen, hoor, op straat. En die zingen ook? Nee, ik ben wel de enige zingende ijskomman, gelukkig. Hè. Je moet je wel weten te onderscheiden, natuurlijk. Ja. Oké, dus het is niet erg dat ik me dat niet kan herinneren, een zingende ijskomman. Nee, dat is helemaal niet echt. Volgens mij waren het er in Nederland niet zo heel veel, hoor. In Amsterdam weet ik er eentje, maar... Oh, zie je, oh, gelukkig. Ik begon me al te schamen. Want ijs heb ik wel gegeten. Ja, uiteraard. Ja. Dat, bijna iedereen. Ja. Jij struint de straten en de parken af. En je werkte ooit bij een financiële instelling. Waarom de switch gemaakt? Nou ja, omdat ik er veel vrolijker van ben geworden eigenlijk. Het kwam allemaal zo toevallig. Maar voor mij is ijskomman zijn geen werk eigenlijk. Meer een hobby. Mensen blij maken, liedjes schrijven en zingen. Rondfietsen met mooi weer. Heel veel leuke gesprekken voeren. Ja, het is hartstikke gewoon een soort hobby. Ja, Roberto... Gesprekken voeren, dat ijs smelt dan toch? Je kan toch met klanten geen gesprekken voeren? Dat is toch heel vluchtig, dat contact? Ja, dat klopt wel. Maar je hebt natuurlijk wat dagen erbij zitten die wat minder warm zijn. En dat de zon niet fel op je kar schijnt. En schijnt dan kun je wel wat meer tijd hebben voor een leuk gesprek. En ik doe dit nu 4 jaar. Ja. En dus in de buurt kennen steeds meer mensen mij. En dat maakt het ook weer zoveel leuker. Hè? Dus dan ga je echt mensen kennen. En die komen ook bij je terug. Dus. Wat is nou het allerleukste wat je ooit hebt meegemaakt? Nou ja, er zijn heel veel leuke dingen die ik heb meegemaakt. Maar ik kan er wel een paar noemen. Bijvoorbeeld het ijsje scheppen tijdens de buurtcamping van het Rembrandtpark hier. Dan zijn er altijd heel veel kinderen die dan in de rij gaan staan voor een smurfijsje van me. Superleuk. Ja, dan willen ze allemaal smurfen uit. En dan zeg ik ook altijd dat ik de smurfen uit de bosjes haal, zeg maar, om daar ijs van te maken. Maar ook nu in deze tijd, dan is het allemaal eind van het schooljaar. En dan mag ik soms aan alle leerlingen van een school een ijsje uitdelen. Dus dat zijn dan 400 ijsjes achter elkaar. Wow. En dat is ook superleuk om te doen, al die kinderen die dan helemaal blij worden. En soms al om 10 uur aan hun eerste ijsje zitten. Dat is wel heel grappig. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou je voor ons een klein stukje kunnen zingen? Ja, ja. Ja, zeker. Normaal doe ik dat altijd wel met een melodietje erachter. Dus even denken. Nou ja, die van... Ja. Ja, nee. Zeg, doe het maar. Oh, ik dacht even dat je... wie brengt zonnestralen in zijn ijskar mee? Verandert een gewone dag in een vrolijk feest. De ijskomman, dat is wat de ijskomman kan. De ijskomman tovert de lach op je gezicht. Zijn ijsjes smaken naar geluk. Nou ja, zoiets, hè? Ik vind het helemaal fantastisch. Heerlijk. Dankjewel, Roberto. En je bent te boeken als Roberto's Ice Bike. En laten we hopen op een hele warme, maar wel ijsvolle zomer. Ja, zeker. Ga ik ook hoor. Een hoop mooie liedjes. Dankjewel, Roberto. Succes! Bye bye. One more